Wat vooraf ging bij Roadtrip Oostblok. Geen racistische shit erop. Vandaag gaan de jongens naar de hoofdstad van Tsjechië. Ik vind het niet normaal. Ik absint geef. En ik mis mijn vriendin Ben. Ik wil hier wonen, man. Ik wil hier blijven. En de jongens gaan de meest epische avond uit hun leven beleven. Standaard. 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 De avond begint goed. Robert laat zijn piemel aan iedereen zien. Thijs en Erik zijn behoorlijk aangeslagen door het beeld wat ze nooit meer zullen vergeten. Wat is er weer aan de hand? Nou, hij moet zijn fucking dek show. Dit is echt bijna de fucking druppel, vriend. Ik word echt. Maar the show must go on. Het is tijd voor een nieuw Standaard Crips. Hey, hallo. Welkom bij Standaard Huis. Hey, Robert. Hi. Wij hebben een badkamer. Het is wel gezellig. Heel erg gezellig. Ik lag gisteren met Erik in het bad. No homo. No homo. Hey, Veer. Zoals je kan zien is deze kamer van de nodige luxe voorzien. Zoals een ventilator, ramen, flatscreen, televisie. Dit was het dan wel weer. Mogen we jullie vriendelijk verzoeken om weg te gaan? Juist. Het is tijd om uit te gaan. Ja! Hey, jongens, kom je mee? Nee, fuck die shit, man. Thijs en Jeffrey gaan niet mee. Even serieus, wie heeft nou gepoept? Ik. Niet oké, man. Dit is zeg maar onze party night in Praag. We gaan naar de karaoke bar. Let's go, bitches. De jongens hebben de bar gevonden. We zijn dus net aangekomen bij de karaoke bar. En Vera zegt, hey, kijk eens door dat raam daar. Zie je met je fucking creepy paspoort. Dit is fucking eng. We gaan nu op zoek naar een andere club. Praag is een gevaarlijke stad. Zelfs onze Erik is bang. Wat is er aan de hand in deze stad, jongen? Oké, we gaan nu de bar Coyotes in. Het is een film, die heet ook Coyote in. Coyote Ugly. We hebben net binnengekeken en er zitten best wel veel chicks aan deze plek. Het zit daar vol met potentiële slachtoffers. Slachtoffer? What the fuck? We gaan hier gewoon fucking veel drinken en gewoon lekker blijven zien. Nou, drap niet. Let op, dit was een leugen. Zullen we dit biertje opdrinken en gaan? Yes, ziet iets opmerkelijks. What the fuck? Het is net als die ene film die Coyote heet. Film met Coyote Ugly. Laten we naar de volgende club gaan. De binnenstad is duur, maar Erik komt met de oplossing. Dus wij gaan naar een supermarkt toe. We halen daar een flesje vodka. We gaan die echt snel leeg drinken en dan gaan we naar de club. Onze Veres heeft weer heimwee. Ik mis mijn vriendin Wendy Tran. Ja, gast, hou toch je de smoel weg, jongen. Okay. From this direction. Are you but German? Yeah. And Schuldigun. Yeah. Oh, I'm sorry. Nice. Verder in de stad komen de jongens een fan tegen van Headhunters. Oh yeah, Headhunters. Headhunters. You went to the hardside party. Robert heeft weer een soulmate gevonden. Yeah. Will Headhunters be on Tomorrowland? Yes! Hey. Oh my god! Frequencies! I like your country, marijuana country! What the fuck is going on? I need the Headhunter and all your skin! And everyone, everybody! Ja, nu is wel genoeg, Michol. Anyway, we need to go! Daar is hij hoor, de Vietnamese mini-store. De jongen zit in een dilemma. Wat moeten ze kopen? We zitten nu in een Vietnamese winkel en ik hou gewoon van Vietnamese. Zoveel keuze. Durven we het aan? Absint. Ik ben echt dronken. Hij ging naar het bier drinken en hij was het.
What the fuck, nigga? Behoorlijk aangeschoten komen onze jongens de Engelsen tegen. Are you from England? Yeah. Did you meet Harry Potter? Yeah. I fucking love that movie. I can tell myself in the ugly guy. Here I am. I'm an ugly guy. The fucking people in Britain love us. De Tsjechische straten zitten vol met proppers. Where the fuck can we find pussy? You can find pussy in our club, Rio, Rio. Slap the pussy, slap the wet pussy. Midget show. I wanna see midgets. You can kick them for free. Student discount. He's 30 years old. Student discount. Let's go to Kameloon. Yeah, where's the club then? 25 meters. That's too far, man. I love standard TV. Awesome. What? Vegas! Vegas! Seriously, you look like him! I'm more cute. Bye-bye, Vegas! Rot op, Vegas! I like me, man. Ik dacht echt voor een aantal seconden van what the fuck? Hoe heeft Vegas ineens een chick aan zijn arm dan? Hey, we moeten nu echt naar de club. Genoeg gekut. De jongens gaan naar de grootste club van Europa. Die bestaat uit 5 verdiepingen. Elke verdieping is een ander genre. En Erik betaalt. De eerste verdieping... ijskast. De tweede verdieping... house, trance en techno. De derde verdieping... jaren 80. Vierde verdieping R&B. De vijfde verdieping lounge. Ik hou niet van uitgaan. Nu ook niet. Wat een rare gast is het ook. Dit is alweer de ene laatste aflevering van Rotterdam Hoofdblok. Helaas. Check volgende week de laatste aflevering bij Vesten Verder. Okay.